ligt ons dorpke net in de peel. Met ven en heide, bossen zoveel. Schoon wegen scheiden, akkers en bos. Koeien in weiden, van reeën en vos. Bernard Ploegmakers staan in de Ripse kerk. En in die Ripse kerk staan heel veel borden. En op die borden hangen heel veel foto's. En die hebben jullie verzameld. Het is vandaag foto-expositie en morgen ook. Het is vandaag zaterdag, morgen zondag. Wat ben je zoal tegengekomen bij de voorbereiding? Nou, voorbereidingen zelf had ik vanuit het verleden al heel veel foto's verzameld. Daarnaast heb ik jaren geleden heel veel op het gemeentearchief, op de website gezet. Hè. Daar zijn er daarna nog bijgekomen. Die foto's heb ik ook voor een deel ook hier weer gebruikt en af laten drukken. Hè, maar heel veel eigen foto's hebben we ook een eigen nummer gegeven. Van allerhande gebied. Hè. Dat hangt hier nu. Ja. Nou is de Rips een jong dorp. Hè. Jullie hebben er zo lang, 100 jaar bestaan hier. Kun je dat ontstaan van het dorp, als je langs deze borden loopt, een beetje in beeld krijgen? Nou, er zit over de ontginning, de bouw van de kerk, de eerste boerderijen, de families, het werken, de landbouw. Maar ook heel veel is er weer afgebroken in de Ripse. Gebouwen die er niet meer zijn, zoals bijvoorbeeld de eerste kerk en het grote hotel, wat er op de hoek van de huidige betonde toen kruispunt stond. Het zijn allemaal gebouwen, iconisch in feite voor de Rips. En toen ze die afgebroken hebben, hebben ze in feite het hart ook al een beetje uit de Rips getrokken. Heel jammer is. Maar daar sluiten we volledig bij aan. Vooral die kerk, doodzonde. Maar ja, zo gaat het. De tand des tijds. Niettemin kunnen de mensen hier die beelden terugzien. Ik zie ook allemaal briefjes met ondertitels, hè, met bijschriften. Heb je die allemaal zelf gemaakt? Nou, eigenlijk wel. Dat je vanuit de herinnering allemaal weet. Hè, maar de mensen kunnen, er zijn nog wel een paar dingen die je niet weet, maar dat kunnen mensen ook invullen, hè, voor verbeteringen. Mogelijk. Want eentje hebben we gevonden. Hè? Dit is een man in Jan in plaats van Jan. Jan is in plaats van Jan. Hè? Maar dat ging met type te snel. Maar goed, mensen kunnen alles aanvullen. En ja, als ze voor de toekomst nog andere families en foto's hebben, dan willen wij die graag hebben en kopie van maken. En dat we in een volgende tentoonstelling weer kunnen gebruiken. Ja, zou mooi zijn. Bij deze is de oproep geplaatst. We gaan met de camera samen eventjes kijken wat er zoal te zien is. En nou, hartstikke bedankt voor het feit dat je dit allemaal hebt willen doen. Want terugkijken in het verleden, je weet, daar hou ik van. Nee, goed, prima. We hebben wel, dit is de eerste keer dat we het altaar verzet hebben. Maar dat was ook op voorhand de bedoeling, hè, dat het zou kunnen. Nou, ja, dat er dingen kunnen gebeuren in de kerk van de Rips. Hè, en dus op het priester. Altijd dat gemakkelijk verzet kan worden, dat er dan ook de kerk voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Om allerlei redenen, gedenkwaardige dag. Bernard, dankjewel. Bedankt. Hè. Jij maakt me blij, nooit wil ik wijken van deze grond, want hier is wonen zo schoon en gezond. Heide en buntgras, haas en fazant, klopremmen smeden, het stuivend zand. Alles verdween haast voor weide en land. Heide en buntgras, haas en fazant, klopremmen smeden, het stuivend zand. Alles verdween.